Goedemorgen. Ik wil graag met jullie het woord van God openen vanuit 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, de versen 1 tot en met 13. En bedenk als we het woord van God lezen dat niet alleen Paulus hier iets schrijft, maar dat we geloven dat de Heilige Geest Paulus heeft geïnspireerd om deze woorden toe te vertrouwen aan papier en dat we ook deze ochtend de stem van God hierdoor kunnen verstaan. 1 Korinthe 10, vanaf vers 1. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mord niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing over ons of voor ons over wie het einde van de eeuw gekomen is. En dan komt de sleutelvers vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Mag ik samen met jullie nog kort in gebed gaan? Vader in de hemel, we komen tot u, de levende en de alomtegenwoordige God. En Heer, we hebben uw woord geopend en we bidden dat u door uw geest deze woorden wilt toepassen in ons hart. Vader, ik bid u dat de boodschap die ik vanochtend breng getrouw zal zijn aan uw woord en in waarheid gebracht zal worden. Heer, open ons hart, zodat we mogen ontvangen wat u tot ons wil zeggen vanochtend. In Jezus' naam. Amen. Goed, de Korinthebrief. Dat is een bekende brief, in ieder geval van naam. En als we aan verschillende mensen zouden vragen van waar zou de Korinthebrief over gaan, dan waarschijnlijk zal de eerste zeggen, nou, hoofdstuk 12, hoofdstuk 14, de geestelijke gaven. Of misschien zegt iemand anders hoofdstuk 13, het hoofdstuk over de liefde. En misschien weet iemand nog te herinneren dat 2 weken geleden Jack Nuchter gesproken heeft vanuit 1 Korinthe 15 over de opstanding van Christus. Maar de Korinthebrief is veel breder en behandelt veel meer thema's. En het is niet de eerste brief die Paulus schrijft aan de Korinthe. Want in hoofdstuk 5 vers 9 lezen we dat Paulus ook al een keer eerder een brief heeft geschreven aan de Korintiërs. En waarschijnlijk heeft Paulus in totaal 4 brieven geschreven aan de gemeente in Korinthe. En Paulus heeft die gemeente in Korinthe geplant. En het is goed om daar even kort bij stil te staan als we bladeren naar Handelingen 18. En als jullie een Bijbel hebben, dan zou ik het op prijs stellen als jullie mee willen bladeren. Om iets van de context van de gemeente te leren zien. Want Paulus had een enorme passie voor de gemeente in Korinthe. Dat komt op verschillende plekken in de brief terug. Handelingen 18, vers 1, komt Paulus vanuit Athene en hij kwam in Korinthe. En hij kwam bij Joden in huis, Aquila en Priscilla, die waren ook tentenmakers. En Paulus die ging samen met hen werken. En ik moest nog denken aan Alex en Priscilla, maar er zat toch echt iets anders. Vers 3, ze beoefenden hetzelfde beroep uit en hij bleef een tijdje bij ze. En dan zie je in vers 4 dat Paulus elke sabbat naar de synagoge ging om daar de Joden en de Grieken te proberen te overtuigen van Christus.
Nou, er komt verzet, vers 6. En Paulus die zegt van, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Nou, dan gaat hij naar een huis toe. En vers 8, dan komt Crispus, de hoofd van de synagoge, die komt tot geloof met heel zijn huis. En er staat er ook bij, en velen van de Corinthiërs, die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Dus dat is het begin van de gemeente in Korinthe. En dan bemoedigt de Heere Paulus met de visioen, vers 9. En dan zegt hij tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Dus de Heere God wilde dat Paulus in Korinthe aan het werk ging, omdat hij er veel volk had. En Paulus bleef daar, vers 11, een jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Dus Paulus was 1,5 jaar aanwezig in Korinthe om daar onderwijs te geven over in het woord van God. Nou, daarna gaat Paulus op reis, dat zien we in vers 18. Dan gaat hij, vers 19 gaat hij naar Efeze toe en maakt een rondreis en gaat naar Jeruzalem. En daarna komt hij weer terug in Efeze. Daar blijft hij 3 jaar en dan schrijft hij deze brief. De eerste Korinthebrief. En eigenlijk moeten we dus beseffen dat tussen de planting van de gemeente, dus de planting van de gemeente in Korinthe, en de brief die nu geschreven wordt, eigenlijk maar een paar jaar zit. Waarschijnlijk zit er 1 jaar of 4, 5 tussen, toen Paulus deze brief schreef, en dat hij dus de gemeente heeft verlaten. En er zat dus eigenlijk maar een paar jaar tussen, en Paulus die kwam te weten, als we dan weer terugbladeren naar 1 Korinthe 1 kwam via het huisgezin van Chloe, kwam hij, er zat 1 Korinthe 1 vanzelf, werd hem bekendgemaakt door de huisgenoten van Chloe dat er ruzies onder u zijn. En waarschijnlijk heeft hij samen met die familie heeft hij te horen gekregen dat er allemaal misstanden waren in de gemeente. Maar goed, de gemeente in Korinthe was een gezegende gemeente. Paulus had er dus 1,5 jaar onderwijs gegeven en hij zegt ook in 1 Korinthe 1, in vers 4 tot 7, dat dankt hij ook de Heere God voor de gemeente. En hij dankt dat ze zoveel gaven hebben gekregen en dat ze zo rijk gezegend zijn. En de Heilige Geest was duidelijk aanwezig in de gemeente. Maar er was verdeeldheid ontstaan en ze misbruikten hun vrijheid. En dan de hele brief door, dan behandelt hij verschillende thema's. Onder andere over het huwelijksleven, over echtscheiding. En dan hoofdstuk 8 begint hij een nieuw onderwerp en dat is afgodenoffers. Als we hoofdstuk 8 vers 1 pakken, dan begint Paulus met, en wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij alle kennis bezitten. En hij snijdt hier als het ware een nieuw onderwerp aan en dat loopt door tot aan het einde van hoofdstuk 10. En daarbinnen valt dus ons gedeelte. En hij verwijt de mensen in Korinthe dat ze trots zijn, dat ze hun vrijheid misbruiken en dat ze denken dat ze wat zijn, maar dat ze in feite leeg zijn. En in hoofdstuk 9 gaat Paulus in op het thema vrijheid. Want hij zegt, als er iemand vrijheden heeft, dan ben ik het wel. Ik ben een apostel van de Heere. Maar ik maak daar geen gebruik van om geen drempel op te werpen voor het evangelie. Dan zien we vers 12, hoofdstuk 9, vers 12. Daar zegt Paulus, wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles, omdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. En in vers 22 lees je, ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dat was de instelling van Paulus. En hij zegt eigenlijk, jullie, als jullie belijden dat jullie Christus kennen, zou dit jullie instelling moeten zijn, zodat jullie vrijheid niet tot een struikelblok wordt voor een ander of voor een broeder. En dan, aan het einde van hoofdstuk 9, dan vergelijkt hij dus het geloofsleven met een renbaan, vers 24. En hij zegt, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. Hij zegt eigenlijk van, als iemand dus aan een wedstrijd meedoet, een atleet, die oefent zich in alles, hij maakt zijn lichaam, maakt hij bekwaam om die prijs te winnen. En hij zegt, die mensen in de wereld die doen dat voor een vergankelijke prijs. Maar wij, zegt hij, wij moeten dat doen om een onvergankelijke prijs te ontvangen. Het is niet rustig achteroverleunen, maar het is een actief leven, het christenleven. En daarom zegt Paulus in vers 26,
Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, omdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. En hij verwijt de Corinthiërs dat ze vol zijn van zichzelf, dat ze trots zijn, dat ze gericht zijn op hunzelf, op hun eigen gaven. Maar ze lijken dus af te vallen van het geloof, van de eenvoud van het evangelie. En Paulus wil dat voorkomen door een geschiedenis uit het Oude Testament te illustreren, waar eigenlijk hetzelfde gebeurde. En daar komen we dus in hoofdstuk 10. En eigenlijk zegt Paulus dus, hoe groter de privileges zijn van jullie, hoe groter de voorrechten die jullie hebben, hoe groter de gaven zijn die jullie hebben gekregen, des te groter is het gevaar. En ook wij zijn als gemeente rijk gezegend. Kijkend naar de afgelopen tijd, naar de afgelopen jaren. Mensen laten zich dopen, mensen sluiten zich aan bij de gemeente. Er is groei, jongeren geven hun getuigenis bij het avondmaal. Bidstonden worden goed bezocht. Alles lijkt voorspoedig te gaan. Alles lijkt goed te gaan. Maar pas dan juist op. En laat deze boodschap van Paulus, die God heeft gegeven aan de Corinthiërs, in jouw hart landen vanochtend. En onderzoek wat de Heer tot jou persoonlijk wil zeggen. En ik wil aan drie punten wil ik bij dit gedeelte stilstaan. En het is het eerste punt, de versen 1 tot en met 5. Wees niet onwetend. Het tweede punt, vers 6 tot en met 11. Verlang niet naar kwade dingen. En het derde punt, vers 12 en 13. Val niet, God is getrouw. En als gemeente geloven we in de kracht van schriftverklarende prediking. En daarom wil ik graag met jullie vers voor vers door dit gedeelte heen lopen. Om zo het woord van God te horen, daar dichtbij te blijven. En om de lessen die daaruit komen op onszelf toe te passen. Vers 1. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Eigenlijk zegt Paulus dus, ik wil dat jullie dit weten. Dit moeten jullie goed in jullie oren knopen. Hij zegt, de situatie die zich nu voordoet in de gemeente heeft zich alles voorgedaan in het verleden, namelijk in de geschiedenis van Israël. En de term onze vaderen, dat is de vraag, want niet alle gemeenteleden in Korinthe waren Joden. Maar Paulus gebruikt de term wel onze vaderen en daarmee geeft hij eigenlijk aan dat de gemeente van Jezus Christus de geschiedenis van Israël ook kan gebruiken om daarvan te leren. Het Oude Testament is nog steeds voor ons van toepassing en relevant. We kunnen daar leringen uit halen om te leren hoe God handelde met zijn volk. En hij zegt, allen waren onder de wolk. Het hele volk was onder de wolk. En het woordje allen komt hier 5 keer terug in dit gedeelte. En Paulus die probeert daar eigenlijk mee aan te geven. Ze waren als collectief, als geheel, waren ze gezegend. Ze waren onder de wolk en de Heere God was actief in het midden van Israël. Hij was aanwezig, hij leidde ze, hij gaf ze rust. Hij was aanwezig in de wolkkolom overdag en 's nachts in de vuurkolom. Hij gaf ze licht en ze waren als volk in de aanwezigheid van God. En ze waren, God had het volk uitgekozen. Ze waren enorm gezegend en de heiligheid van God was in hun midden. Als we het zo bekijken, was het volk dus echt een gezegend volk. Ze zaten verder in allen, zijn door de zee gegaan. Dus het volk had Gods machtige daden gezien toen hij de zee spleet en met z'n allen gingen ze daar doorheen. Er was niemand uitgezonderd. Iedereen werd door God bevrijd. Dus nogmaals, als volk waren ze enorm gezegend. Vers 2. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En ook hier staat weer het woordje allen. Als collectief, niemand uitgezonderd. Jong en oud, man, vrouw, jonge meisje. Allen werden in Mozes gedoopt. En Paulus vergelijkt die gebeurtenis eigenlijk met de doop zoals wij die kennen. Eerst werd iedereen bevrijd uit Egypte, het slavenhuis of beeld voor de zonde. Dat staat dus voorop en daarna leidde de Heer God ze naar de zee. Daar spleet hij de zee, daar moesten ze doorheen gaan. En de zonde werd achter het volk weggespoeld. En Paulus gebruikt dit beeld dat wij kennen van de doop en hij past het toe op de situatie van het volk dat uit Egypte werd geleid.
En de term het in Mozes gedoopt zijn, dat betekent eigenlijk hetzelfde als van ze zijn tot Mozes gedoopt. Het volk erkende dat Mozes de leider van God was en dat ze zich aansloten bij Mozes. En net zoals wij in Christus gedoopt zijn, zo, en we horen nu bij Christus, zo werd het volk tot Mozes gedoopt en het hoorde bij Mozes als leider. En in de wolk en de zee wil eigenlijk zoveel betekenen als aan beide zijkanten waren de muren van water, boven hen was de wolk, om hen heen was water en ze werden gedoopt in de zee en in de wolk. Ze werden aan alle kanten omringd met water. Vers 3. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. Ook weer het woordje allen. Niemand uitgezonderd. Alle mensen aten het geestelijke voedsel. En ze waren allemaal deelgenoot van het evangelie. Het goede nieuws dat de Heere werkte in het volk Israël. Ze aten het geestelijke voedsel. Het was een gave uit de hemel, van God zelf. Het was niet iets natuurlijks. Het was brood uit de hemel. En in Exodus 16 vers 4 lezen we dat het volk dus gemord had, dat ze geen eten hadden en dat de Heere God het brood gaf. En hij zei, dan zult u erkennen dat ik de Heere, uw God, ben. En het was het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Het was echt een gave van God. En Paulus die zegt geestelijk voedsel. En eigenlijk de vergelijking met het manna dat het volk kreeg, kunnen we vergelijken met Jezus. Want het manna kwam van God. Net zoals Christus door de Vader gezonden was naar deze wereld. En het manna kon verkregen worden zonder kosten. En zo is ook het heil in Christus te verkrijgen om niet. Het was brood uit de hemel. Net zoals Christus het brood des levens uit de hemel kwam. En het manna was wit. Het was puur. En ook dat is een beeld van Christus. Hij was heilig. Hij was puur. En de smaak staat ook letterlijk in Numeri. De smaak van het manna was zoet. En ook dat is een beeld van het evangelie wat we mogen proeven in Christus. Dat we verlost zijn en dat we mogen genieten van zijn genade. En het manna gaf voeding, want het volk leefde er 40 jaar van. En iedereen mocht een vastgestelde hoeveelheid van het manna pakken. En zo is Christus voor iedereen gelijk. Het manna is een typologisch beeld van Christus. En het volk at eigenlijk iedere dag in geestelijke zin van Christus. Het brood van het leven. Vers 4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. En ook hier weer het woordje allen. Niemand uitgezonderd. Ze mochten drinken toen er stromen van levend water uit die rots kwamen. En mensen mochten hun dorst lessen. En Paulus betrekt dat op het geestelijke. Want de rots waaruit het water stroomde was een afspiegeling van wie Christus wilde zijn voor zijn volk. Hij was de rots waaruit iedereen voor niets zijn dorst kon lessen. En het water stopte niet met stromen. En de beelden die Paulus gebruikt zijn eigenlijk dus zinnenbeelden van nieuwtestamentische feiten. De wolk en de zee worden vergeleken met de doop. Het manna wordt vergeleken met het geestelijke voedsel. Het water uit de rots wordt vergeleken met de geestelijke drank. En de bron wordt vergeleken met Christus. En dan nog één puntje uit vers 4, dat is, er staat, ze dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde. En ik zat erover na te denken van wat dat dan zou kunnen zijn. Want er was toch niet echt een rots die het volk volgde. Maar ik was Psalm 105 aan het lezen en er staat in vers 41. Hij, dat is God, opende een rots en er vloeide water uit dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde. En er zijn verschillende rabbijnen die inderdaad verklaren dat op het moment dat de rots openbarstte en dat het levende water eruit kwam, dat dat een rivier vormde en dat eigenlijk het volk van Israël de rivier volgde en dat ze eigenlijk dus altijd stromend en fris water bij zich hadden om te drinken. En zo volgde de rots het water hen in die tijd in de woestijn. Het volk had dus in geestelijke zin deel aan het evangelie. God was in hun midden aan het werk. Ze maakten deel uit van zijn uitverkoren geslacht. Maar dan komt vers 5. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad.
Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En eigenlijk komt Paulus nu op het feit waar hij naartoe wilde. Ook al had iedereen deel aan die zegeningen, toch heeft God aan de meeste van hen geen welgevallen gehad. Want hij heeft ze neergeveld in de woestijn. Het is dus duidelijk dat het volk, op het moment dat je deel hebt aan voorrechten, nog steeds niet automatisch behoort tot het echte volk van God. Men zou denken dat allen die behouden zouden zijn, dat allen die dit geestelijke voedsel aten en deze geestelijke drank gedronken hebben, heilig en voor God welgevallig zouden zijn. Maar dat is toch niet het geval. En blijkbaar kan men in deze wereld grote geestelijke voorrechten genieten en toch het eeuwige leven missen. Niemand mag zich verheffen op bepaalde ervaringen of voorrechten. Niemand mag zich verheffen op de waarheid die ze in pacht lijken te hebben. Want deze waarheden, of deze voorrechten, of deze gaven die we hebben gekregen, zijn geen grond voor onze hemelse toekomst. En het woordje neergeveld dat Paulus gebruikt in vers 5... is hetzelfde woordje dat duidt erop dat de meesten dus niet een natuurlijke dood zijn gestorven. Het is letterlijk een neergeveld door de Heere God, door een plaag of door vuur of door ziekte of door de verderfengel, zoals we straks kunnen lezen. En iedereen eigenlijk van het volk is omgekomen, behalve Jozua en Caleb. En hoe staat dat met jou? Heeft God een welgevallen in jouw leven? Misschien ervaar jij de zegen van God wel in je leven. Misschien merk je wel dat hij werkt. Misschien neem je zelfs wel deel aan het avondmaal. Of misschien ben je zelfs wel gedoopt. En misschien beleid je wel met je mond dat je een kind van de Allerhoogste bent. Of dat je wel weet hoe het zit. Misschien lees je elke dag wel uit de Bijbel. En bid je elke dag. Maar nader je tot God met je mond en eer je hem met je lippen en houd je hart ver bij hem vandaan? Als dit zo is, luister dan met aandacht naar de volgende verzen. Want het woord en niet ik spreekt tot jou, spreekt tot mij. En leg dan nu je hart erop toe om de woorden vanuit Gods woord te ontvangen. Het zijn niet mijn woorden nogmaals, maar het is het woord van de Heere God zelf. En dat brengt mij bij mijn tweede punt. Verlang niet naar kwade dingen. Vers 6. En deze dingen, die Paulus dus zojuist heeft opgeschreven, zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, omdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En zoals we dus hebben kunnen zien, had het volk deel aan grote voorrechten. De Heer God woonde in hun midden, hij leidde hen, hij voorzag hun voedsel, hij voorzag hun water. En het volk was uitgekozen. Maar het leek wel dat het volk dit niet besefte. En ze handelden alsof het dat niet veel kon schelen. En denk je eens in dat je elke dag en nacht de Heere God in je midden hebt. Fysiek, zichtbaar. Maar het volk, dat maakte blijkbaar niet veel indruk. En als het even tegen zat, stelden ze God gelijk weer op de proef. Ze zagen God aan het werk, maar ten diepste sloten ze hun hart toe. Ze waren onhandelbaar, trots en volledig gericht op hun eigen begeerten en behoeften. En het woordje verlangen dat Paulus gebruikt, dat betekent eigenlijk letterlijk, ze hunkerden om datgene te doen wat verboden was. Ze begeerden diep van binnen terug naar de praktijken die ze in Egypte in het slavenhuis, beeld van de zonde, nog konden doen. Alle zonden beginnen bij begeerte. En Jacobus 1 vers 15 zegt, daarna wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus de Israëlieten waren verlost. Ze waren op weg naar het nieuwe land. Maar ze verlangden om weer lekker rond te kunnen draaien in het modderbad van de zonde van een eertijds. Of zoals nummer 11 het zegt, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit
Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. En dit gaat over jou, dit gaat over mij. Want wij delen in de zegeningen van het evangelie. En aan ons is bekendgemaakt wat de profeten en de engelen al eeuwenlang wilden inzien. En wij hebben het in handen gekregen met het woord. Aan ons is het toevertrouwd. En de Israëlieten hadden de schaduwdienst. En wij mogen in het volle licht zien wat de Heere God in de afgelopen eeuwen, in de dood en in de opstanding van zijn zoon, nou echt daadwerkelijk heeft willen bekendmaken. Dus onze verantwoording is volgens mij nog vele malen groter dan het volk van Israël. Denk jij dat de Heer je wel met een soort gedoogbeleid zal toelaten in zijn aanwezigheid, terwijl jij ook blijft verlangen naar kwade dingen? Ben jij tevreden met Christus? Ervaar je rust in hem? Is hij genoeg voor jou? Of zoek je nog vervulling in andere dingen? Vers 7, en dan maakt Paulus het praktisch. En wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En dat is de eerste praktische les die Paulus uit de keuzes die de Israëlieten maakten voordoet. En Paulus grijpt hier terug op het feit waarin hij eigenlijk in hoofdstuk 8 vers 1, waarmee hij is begonnen over het afgoden offers. En het zitten in de tempel van andere God. En hij toont vanuit de geschiedenis aan wat er kan gebeuren als je er bewust voor kiest om aan te zitten aan de tafel van een afgod. En Paulus zegt, dien geen andere goden. Want in hoofdstuk 8 vers 6 lezen we, er is maar één God en er is maar één Heere, Jezus Christus. En Paulus die denkt bij het schrijven van dit vers aan de geschiedenis met het gouden kalf. En dat kunnen we lezen in Exodus 32. En de Israëlieten gingen zitten. En het was een bewuste keus. Ze kozen ervoor om te zondigen. Het was niet per ongeluk. Het was een keus met volle bewustheid. Ze gingen zitten om te eten. Ze aten, ze dronken en ze stonden op om te feesten. Of andere vertalingen zeggen om te dansen. En op die dag stierven er 3000 mensen. Efeze 5 vers 5 zegt, want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Een afgodendienaar is dus niet altijd iemand die letterlijk een andere god met een andere naam dient, maar iemand die zijn tijd en zijn zinnen zet voor iets anders naast God. En misschien overtuigt de Heilige Geest jou wel van binnen wat die afgod in jouw leven is. En denken wij nou echt dat wij aan de zonde kunnen vasthouden? Dat we daarmee kunnen wegkomen? Dat je kunt blijven volharden in die zonde? Er stierven duizenden mensen als gevolg van een zonde. En denk je dat je met jouw zonde die je blijft vasthouden, straks zomaar de hemelpoort kunt binnenwandelen? Ik merk dat er vaak nogal makkelijk gedacht wordt over de genade en over de vergeving van God. We kunnen toch vergeving vragen als we iets fout hebben gedaan? En de zonde wordt goed gepraat, maar met ach, dat is maar mijn karakter. Of ja, wat kan ik eraan doen? Of wie ben ik om een ander te oordelen? Laat ons dan vanochtend bekeren en luisteren naar het woord van God. Vers 8. En laten we geen hoererij bedrijven zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Dat is de tweede praktische lering die Paulus uit de geschiedenis van Israël trekt. En hij dacht bij het schrijven van dit vers aan de hoererij met de Moabieten en de dienst van Baal Peor in nummer 25. En eigenlijk in de Bijbel komt afgodendienst altijd in verbinding met hoererij, met seksuele onreinheid. En ook daar was in de gemeente van Korinthe het nodige aan de hand. En zijn vorige brief ging ook al over dit onderwerp. En seksuele immoraliteit
gaat niet samen met het leven in het Koninkrijk van God. En is de vraag hoe dat bij ons in de gemeente is. Als collectief, maar ook als ieder persoonlijk, want je bent een deel van de gemeente. Sta jij op dit gebied rein tegenover de Heere God? Wat doe jij als je alleen bent op je kamer? Als je alleen bent thuis als er niemand is? Wat doe je met je vriend of met je vriendin? Misschien ben je wel verstrikt geraakt in het web van porno of zelfbevrediging. Lees dan wat er staat. Op die dag vielen er 23.000 doden. Zie je hoe ernstig God de zonde neemt? Er staat in nummer 25 vers 3. Toen Israël zich zo met de hoererij aan Baal Peor koppelde, dus een andere afgod, ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. Vers 9. En laten we Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En dat is de derde praktische lering die Paulus trekt uit de geschiedenis. En het volk sprak meerdere keren tegen God en tegen Mozes. Maar Paulus doelt hier specifiek op hetgeen dat voorafging aan de plaag met de slangen. En we lezen dat in nummer 21. Het volk sprak tot God en tot Mozes, staat er. En ze zeiden, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Dus ze hadden fris water, ze hadden levend water. Ze hadden hemels brood. En toch waagden ze het om God te verzoeken. Ze namen het niet zo nauw met God. Ze probeerden om te kijken hoe ver men bij God kon gaan. En zo verzochten de mensen in Korinthe ook God door misbruik te maken van hun christelijke vrijheid. En de Israëlieten en de Korintiërs was eigenlijk, ze deden en ze speelden een enorm gevaarlijk spel. Ze probeerden steeds dichter bij de rand van de afgrond te komen. Ze wilden maximaal blijven genieten van hun zonde. Maar God zond gifslangen en er stierf veel volk. Vers 10. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Is de vierde praktische lering die Paulus trekt uit de geschiedenis. Hij zegt mor niet, moppen niet, klaag niet, protesteer niet, wees niet kritisch. Want het volk had op het moment dat het ook maar even tegen zat, klaagden ze gelijk tot de Heere God. En het is niet duidelijk op welke geschiedenis Paulus hier doelt. Het kan zijn dat ze... Dat het ging om de geschiedenis met Korach, Datan en Abiram, maar het volk in zijn totaliteit morde tegen God. Of toen met de verspieders uit nummer 14. Het maakt niet heel veel uit, want het punt is duidelijk. Klaag niet. Eigenlijk zegt Paulus, wie denken jullie wel niet dat jullie zijn? Is hij niet de Heere, jullie God, die jullie uit het land van Egypte heeft geleid? Die jullie bevrijd heeft uit het slavenhuis. Hebben jullie zijn wonderen niet gezien in de gemeente? Hebben jullie niet gezien hoe jullie tot geloof zijn gekomen en wat de Heere God allemaal in jullie midden heeft gedaan? Heeft de Heere niet tot hiertoe voorzien? Ga daarom niet tegen de Heere in. De verderver waar Paulus over spreekt in vers 10. Dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de verderver die de eerstgeborene van de Egyptenaren versloeg en doodde. En ook met de volkstelling van David in 2 Samuel 24 wordt dezelfde verderfengel, komt daar terug. Nogmaals, we weten niet precies welke geschiedenis Paulus hierop doelt, maar het punt is duidelijk. Het volk daagde God uit en God liet niet met zich spotten. Vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En Paulus komt hiermee terug op vers 6 en hij zegt, dit zijn voorbeelden voor jullie ter waarschuwing over wie het einde van de eeuwen gekomen is. We leven
in de laatste fase van Gods plan. In het laatste tijdperk. Hebreeën 1 vers 1 zegt, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon. En onze verantwoording is groter dan toen. Want ons is meer gegeven. Ons is meer geopenbaard. En des te groter de verantwoording, des te groter de schuld. En broeders en zusters, ik hoop dat ik het heb kunnen duidelijk maken dat het niet alleen over Israël ging, dat het niet alleen over de Korintiërs ging, maar dat het ook over jou, over mij, over ons gaat. We zijn zo enorm gezegend. Ik denk dat een gemiddeld gezin wel 5, misschien wel 10 Bijbels in huis heeft. We komen in vrijheid samen. We vieren het avondmaal. We dopen mensen. Er komen mensen tot geloof. We hebben genoeg te eten, we hebben werk, we hebben huizen. Het ontbreekt ons letterlijk aan niets. Maar hoe staat het dan echt met jouw persoonlijke leven? Welke God dien jij? Ben je misschien gevallen in hoererij? Misschien verzoek je wel Christus door te gaan op de weg die je nu gaat. Of misschien klaag je wel tegen hem en ben je kritisch over de weg die hij van jou heeft uitgestippeld. Bedenk dan dat wij die mensen zijn waarover Paulus schrijft, over wie het einde van de eeuwen gekomen zijn in vanzelf. Dus al die dingen die Paulus nu schrijft, zijn rechtstreeks van toepassing op ons. En dan komen we bij de laatste 2 versen, in het 3e punt. Val niet, God is getrouw. Vers 12, daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. In vers 12, zoals ik al zei, is een sleutelvers en trekt een slotsom. Hij zegt, nu het zo met Israël is gegaan, nu ik het voorbeeld van Israël zo heb uitgestald. Hij zegt, nu hebben jullie daar, mensen in Korinthe en jullie en wij als gemeente, hebben we daar ernstig rekening mee te houden. Zodat jullie het oordeel van God niet op jullie hals halen. En beoordeel daarom nu je eigen leven en je eigen hart. En het woordje daarom wat Paulus gebruikte slaat op het voorgaande vers, dat deze voorbeelden zijn opgeschreven als waarschuwing. Daarom wie denkt te staan, wie meent er te zijn, wie denkt dat hij of zij het wel weet, dat hij oppassen. Want het gaat hier om hoogmoed. Ze hadden veel kennis. Maar we lezen ook in hoofdstuk 8 dat veel kennis opgeblazen maakt. En denk jij dat het allemaal wel goed zit tussen jou en God? Zelfs met die geheime zonde die jij erop nahoudt? Dat het zelf goed komt? De mensen in Korinthe dachten dat ze veilig en zeker waren van hun redding. En ze vertrouwden op hun eigen oordeel, op hun eigen waarheid, op hun eigen invulling, op hun eigen gaven. En jij? Pas dan op, zich Paulus, dat je niet valt. Het woordje vallen is hetzelfde woordje wat in vers 8 gebruikt wordt. Waar mensen worden, vers 8. Zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000 dood. Neergeveld. Dood. Weggevaagd van voor het aangezicht van de Heere God. Verneder je dan nu onder de krachtige hand van God, opdat hij jou op zijn tijd zal verhogen. Want de Heer is nabij de gebrokenen van hart en de verbrijzelden van geest. En zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En de waarschuwing in vers 12 kan schrik aanjagen. En ik denk dat dat tot op zekere hoogte ook de bedoeling is. Maar niet zozeer om te ontmoedigen. Maar juist om aan te sporen tot zelfonderzoek. En daarom bemoedigt Paulus met vers 13... En over deze ene tekst zou een volledige preek gegeven kunnen worden, maar omwille van de tijd haal ik er nu slechts een paar dingen uit. Het eerste is dat hij schrijft, meer dan een menselijke verzoeking is niet overkomen.
Dus hij zegt, niemand van jullie wordt op een bovennatuurlijke manier verzocht. En soms denken wij dat we meer verzocht worden dan anderen. Maar dat is niet zo, want iedere christen heeft dezelfde verzoekingen te weerstaan. En het is een gebrek aan kennis en misschien zelfs wel trots dat we denken dat we de enige zijn die met iets worstelt. Het tweede wat we uit die zin kunnen leren is dat het vlees en de geestelijke machten in de wereld niet sterker zijn dan Hij, de Heilige Geest, die in jou is komen wonen. Want Hij die in u is, is groter dan Hij die in de wereld is. En je kunt dus nooit, je kunt nooit zeggen dat je moest toegeven aan de zonde, omdat de verzoeking te zwaar was. Dat is onzin. Want je kiest er zelf voor om te zondigen. En misschien zeg je wel, de duivel liet het me doen. Ook dat is niet waar. Want je zoekt de schuld buiten jezelf. Want niets bovenmenselijks is jou overkomen. Het is te verdragen. Het is te ondergaan. Aldus Gods woord. Het tweede uit dat vers 13 is, God is getrouw. En dat mag ons bemoedigen. God is getrouw. Mensen niet, zoals we hebben kunnen zien uit de geschiedenis van Israël. Maar God houdt al zijn beloften. Want wie hebben wij nevens hem omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch hebben? Want God kent ons en hij weet wat we wel en niet aankunnen. En de verleidingen en de verzoekingen waar je misschien nu mee worstelt, zijn te overwinnen. Want hij is getrouw en hij houdt zich aan zijn woord. Het derde wat we eruit kunnen halen is, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. En dat is in feite een tweede bemoediging. Want wie kan er zien wat wij kunnen dragen behalve God? Misschien hebben we zelf ons oordeel wel klaar over wat we meemaken. Maar God staat erboven. Hij staat boven elke situatie en dat mag ons rust geven. En eigenlijk is de bottom line van Paulus wat hij hier zegt, er is geen enkel excuus om door te gaan met de zonde. Geen enkel excuus. Want, het is het vierde punt wat we eruit kunnen halen, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Er is altijd uitkomst in de verzoeking. Hij is te doorstaan. Hij is te overwinnen. Zelfs wanneer we als christen te maken hebben met een moeilijke, morele, verwarrende situatie, mogen we nooit denken dat er een andere keuze is dan de zondige keuze. Want er is altijd een weg die niet ingaat tegen God. Er is altijd een weg, een uitkomst. En dan het laatste wat we uit dit vers halen, om die te kunnen doorstaan. God geeft altijd uitkomst. Er is altijd een weg uit de verzoeking als we ons oog richten op Christus. En als we hem gaan zien in zijn heerlijkheid, als we hem gaan zien in zijn grootheid, dan wordt de aantrekkingskracht van de zonde minder. En hoe bestond de Heer Jezus zelf de verzoekingen in de woestijn? Hij was doorkneed in het woord van God. En hij antwoordde de Satan met de schriftgedeeltes. En ter illustratie, in het boek van John Bunyan, De Christenreis, staat daar een heel mooi principe van. En dan de personages Christen en Hoop, die lagen te slapen op de grond van de reuze wanhoop. De reus nam Christen en Hoop gevangen en hij wierp ze in de gevangenis in het kasteel Twijfel. En ze voelden zich diep ongelukkig en ze wisten niet hoe ze uit de gevangenis moesten komen. En de reus overlegde dagelijks met vrouw Ongeloof wat ze met hen moesten doen. En de reus sloeg Christen en Hoop en hij takelde ze af. Maar na een paar dagen riep Christen opgewonden uit, wat ben ik toch een dwaas. Ik blijf heel lang in dit ellendige hol liggen, terwijl ik al lang vrij zou kunnen rondlopen. Ik draag immers sleutel belofte op mijn hart. En ik weet zeker dat die op het slot past. Toen nam Christen de sleutel belofte, stak die in het sleutelgat van de celdeur, draaide die om en de zware deur ging gelijk open. En spoedig bereikten ze de rechte weg. En daar waren ze veilig en buiten het grondgebied van reus Wanhoop. Dit toont iets aan van,
Als we in een situatie zitten waarvan we geloven dat we daar niet uit kunnen komen. Dat met de sleutelbelofte, het woord van God, elke situatie is te overwinnen. En als je echt geroepen bent door de Heere God, kan hij niets anders dan zich houden dan zijn woord. Want hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En God moet voor ons aantrekkelijker worden dan de zonde. En hoe kan dat als je per dag misschien één Bijbeltekst leest? Hoe kan God groeien in aantrekkelijkheid als je geen aandacht aan hem geeft? Wees daarom in het woord, dagelijks. Je kunt in Christus elke verzoeking verdragen. En je zult niet verzocht worden boven wat je aan kunt, zodra je meer op God vertrouwt dan op de tijdelijke geneugten van de zonde. En Jacobus schrijft: acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het eeuwige leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. Tot slot. We hebben kort gekeken naar de situatie in de gemeente van Korinthe. Daarna zijn we door onze tekst heen gewandeld. En we hebben gezien hoe enorm gezegend het volk van Israël was. Maar dat ze ondanks hun zegeningen toch afweken van de weg van God. En nu? We vieren zometeen het avondmaal. En daarom wil ik graag met jullie de versen 21 en 22 lezen van hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, de versen 21 en 22. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid wekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? Kun jij vanochtend met een vrij en een rein geweten deelnemen aan de tafel van de Heer? Of drink jij nog uit de beker van demonen en zit je aan de tafel van demonen? Op welk gebied van jouw leven moet jij je bekeren vanochtend? We hebben gezien en gehoord dat het mogelijk is. Er is uitkomst. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er is een weg terug. Er is herstel. Er is vergeving. Er is reiniging. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien jij zijn stem hoort, verhard dan je hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. De intentie om God te volgen is niet genoeg. Nogmaals, de intentie om God te volgen is niet genoeg. En vanochtend biedt Christus zich door zijn woord aan. En waar Mozes als middelaar de zonde van het volk niet kon wegnemen, zo kan Christus dat wel. Hij is het perfecte offer. En hij is in onze plaats gaan staan. Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Hij is geschopt, hij is geslagen, hij is gegezeld, hij is bespuugd, hij is aan het kruis genageld voor jou, voor mijn zonde. En hij is vrijwillig gegaan. En hij heeft zijn ziel als losprijs gegeven voor velen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, dat is God, voor ons tot zonde gemaakt. Zodat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben, met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als ons is verzocht, maar zonder zonde.
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Jezus werd verzocht, maar zonder zonde. Hij weigerde om in te gaan op de verleidingen van de zonde. En hij is het volmaakte lam van God dat geslacht is. En God de Vader heeft zijn offer geaccepteerd, want hij heeft hem opgewekt uit de dood. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Ga dan nu tot Christus. Voordat het te laat is, nu je zijn stem hoort. Roep hem aan nu waar je zit. Want hij is nabij en hij toont zichzelf door zijn woord deze ochtend. Zalig is hij, zalig is zij, die deze woorden ter harte neemt en ze toepast op zijn of haar leven. Geprezen zij onze God, die eeuwig leeft. Amen.